Dat is ook iets waar je jaren mee bezig bent. Je gaat gaan werken en je hebt al een visie in je hoofd om steeds om later je eigen zaak te hebben. En je blijft knokken, je blijft je hard inzetten, je probeert bij te leren op alle gebieden. Plots kan je je droom realiseren voor je eigen zaak te starten. We komen aan in de brouwerij Rodenbach, de stadsbrouwerij van Roeselare. Waar ze het bier Rodenbach brouwen, een typisch roodbruin bier met veel karakter, lekkere zure smaken. Het is een zeer oude, het voederbier eigenlijk. Ja. Dat is ja heel zacht. Ja. Doet je azijn? De azijn eigenlijk, de frisheid, de zuren dat we gebruiken uit het bier voor toe te voegen aan het gerecht. Ik ga een Zeeuwse platte oester pocheren eigenlijk in een blanke botersaus op basis van het Rodenbachbier. Maar ik gebruik niet het bier zelf, ik gebruik eigenlijk de rechtstreekse voeder uit de vaten, wat zoveel meer aciliteit geeft die perfect is voor mijn saus. Als ik aan het koken ben, ben ik constant bezig in mijn hoofd met nieuwe gerechten, nieuwe combinaties. Terwijl je aan het koken bent, zie je dat stukje vis en denk je van, ah, misschien kunnen we dat ook zo doen of zo doen. Ik ben eigenlijk constant bezig met creëren, ook bezig met wat denken de mensen van dit gerecht. Check de borden, zit het goed? Je checkt de reacties van de gezichten. Dus eigenlijk ben je constant bezig met eigenlijk puur het food. Mijn keukenstijl is vooral een productkeuken. We werken puur op product en daarnaast bouwen we leuke garnituren. We hebben wat we steeds voor ogen hadden, wat eigenlijk een droom was. Dat hebben we nu. En dit moeten we nu. We hebben een goede bezetting ook in ons restaurant, wat ook heel belangrijk is. We hebben een goed team in dienst, waar we steeds verder op proberen te bouwen en verder dieper, nog creatiever, nog meer streven naar die perfectie.